En lieve schat, ik zie net dezelfde familie daar staan. Klopt, mijn zusje die was voor mij. Nee joh, je moeder wordt helemaal gek hè? Ja. Bij deze jonge dame thuis is muziek een soort familiekwaal. Ik ben Romy Alho, ik ben 14 jaar en ik doe weer mee met de Voice Kids om te laten zien hoe erg ik ben gegroeid in deze 3 jaar. Dag Romy, kom je weer meedoen? Ja. Want jij zat in seizoen 6. Klopt. Toen kwam je tot de battles bij Ali. Ja. Na de Voice heb ik wel veel optredens gehad, zoals bruiloften en feestjes gewoon. Maar vooral denk ik heel veel volgers op Instagram. En nu sta je er weer? Ja, met mijn zusje. Ja, oh, ze doet ook mee? Zeker. Hi, ik ben Martijn. Hi, ik ben Sarah. Maar gaan jullie ook samen het podium op? Nee, apart. Jeetje, jullie zitten gewoon ook nog met elkaar in competitie. Ja. Dit is mijn kleine zusje Sarah. Ze is 13 jaar. We gaan niet samen meedoen, omdat we gewoon als individu willen meedoen en laten zien wat we zelf kunnen en niet met z'n tweeën. Hoe is het voor jullie om dit allemaal nog een keer te moeten doorstaan? Extra zenuwslopend natuurlijk om straks 2 van die meiden daar op het podium te zien staan. Maar ik heb wel heel veel vertrouwen in ze, dus dat scheelt. Ik weet zeker dat ze doorgaat, want ik vind het gewoon dat ze zo mooi zingt. En ja, haar stem is ook gewoon zo ontwikkeld, dus het is gewoon bijna onmogelijk als het niet doorgaat. En ik weet ook wel zeker dat jij doorgaat, want je hebt mijn genen. Grapje, grapje. Ergens gaat er een teleurstelling zijn. Er kan sowieso, als we het over winnen hebben, maar 1 winnen. Dat zou voor jou natuurlijk als een enorme overwinning ook voelen. Inderdaad. En jij wil natuurlijk nog wel verder dan de battles dan. Ja. Dat is waar de lat voor jou ligt. Klopt. En dan is het ieder voor zich en de Voice Kids hopelijk voor ons allen als de deur naar het podium openzwaait. Ik ga Hello doen van Lionel Richie. Ik vond hem ook heel goed bij mijn stem passen en ja, ik voel me daar lekker bij als ik het zing. En ik ga My Immortal van Evanescence zingen, want ik het echt een super mooi liedje vind waarmee ik iedereen wil raken. Hi. Hi. Wie gaat er nou eerst? Ik. Maar nu alleen aan jezelf denken, hè? Ja. Dit is jouw moment. En het lampje brandt. Zet hem op, hè? Knuffel. Ja. Ja, dat snap ik. Hoe heet je, lieverd? Sarah. Sarah. Hoe oud ben je, Sarah? Ik ben 13 jaar. Wauw.
Nou, Ali, zeg het maar. Sarah, weet je wat het grappig is? Je hebt allemaal uithalen gedaan, daarop zijn we gedraaid. Maar je één na laatste I Love You verraadde je zoveel muzikaliteit. Dus ja, ik heb heel veel zin om met jou de battles in te gaan. Dank je wel. Ja, Sarah, wat een mooie stem heb jij, zeg. Dank je wel. Jeetje, Mina. En ja, je familie is ook heel blij, hoor ik. En inderdaad, wat Ali zegt, het einde, heel impressive. Wij hadden allebei zoiets van, oh, zo, wat goed. Prachtig, heel goed. Gefeliciteerd. Dank je wel. Ja, Sarah, dat rasp je op je stem soms, dat is... Ja, ik hou daarvan, dat is zo eigen, dat heb je... Of je hebt dat eigenlijk niet, weet je. En jij bent daardoor zo herkenbaar. Maar je hebt ook echt een mooie vibrato, weet je. Gewoon soms wat langzamer, soms wat sneller. Dus ja, ik wil ook heel graag samen met jou werken. Want ik denk dat ik zelfs nog heel veel kan leren van jou. Dus ja, dat is echt heel mooi. Echt. Lieverd, ik ben het met Sanne eens. Dat vibrato is mooi. En nu is het punt dat jij mag kiezen. Ze zijn allemaal echt tof. Maar ik ga voor Sanne. Hey! Nee, nee, echt? Oh, dat is jullie gewoon. Je weet niet al voor het. Oh, schatje. Dat was echt heel mooi. Dat is echt Sarah! Bij grote zus Romy is er zojuist een hele last weggevallen. Sarah is veilig, dus zij kan vrij uitvlammen. Ik heb er alleen maar nog juist veel meer zin in. Gewoon nu, ja, nu kan ik laten zien wat ik kan. En nu mijn zusje net is geweest, ja, het was zo goed. En nu mag ik, ja, alleen maar leuk. Ik zie net dezelfde familie daar staan. Klopt, mijn zusje die was voor mij. Nee joh, je moeder wordt helemaal gek hè? Ja. Lieve schat, we eerst willen weten hoe heet je? Ik ben Romy. Romy, hoe oud ben je? Ik ben 14 jaar. Romy, dit was niet normaal gewoon. Dat was zo goed beheerst, gecontroleerd, niet normaal. Heel erg bedankt. Ja, Romy, mag ik ook gewoon bij jullie wonen dan of zo in huis? Ja, lijkt me chill, jongen. Dan kunnen we elke dag zingen. Dan kunnen we nog heel veel leren van. Het is inderdaad bizar. Eerst Sarah en nu jij. Maar ja, ik ben natuurlijk al heel erg blij met je zus. Dus it's all up to you.
Ja. 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 Kennen wij elkaar? Klopt, ja. Ik zat 3 jaar geleden bij jou in het team. Ah. Moet je dat nog vragen dan? Ja, ik weet, dan sta ik er niet goed voor, maar dat maakt mij niet uit. Desalniettemin ga ik me kwetsbaar opstellen en zeggen dat ik dit echt fenomenaal vond. Fantastisch optreden en ik ben toch blij dat deel van Team Ali hier op het podium staat. Ja, jeetje. Ik wil gewoon dat je bij mij komt gewoon. Het is echt goud, by the way. Het is echt super moeilijk. Ja, dat snap ik. Dat is heel erg bedankt voor het lieve commentaar. Maar ik ga denk ik voor Anouk. Ik ben zo op de juiste plek. Jezus, wat een graag. Wat een gaaf. We gaan daar iets moois van maken. Ik heb er heel veel zin in. Fantastisch gedaan. Dat is heel goed hoor, Romy. Je hebt het zo goed gedaan. Zo goed! Meiden, dit is echt het allermooiste scenario gewoon ever. Gefeliciteerd, Anouk. Ja, man, ik ben je blij. Je hebt echt een hele goede naar te pakken. Meisjes, 8 stoelen. Dankjewel, ja. Wie kan dat zeggen? 8 stoelen. Ongelooflijk. En dan wil ik jou er ook nog even bij. Ja, want jij kijkt ernaar als broertje. En dat denkt natuurlijk iedereen. Hij gaat ook zingen. Maar als je systeemanalist wordt, vinden we het ook prima. Van harte gefeliciteerd! Yeah!